En wat zullen we aan zijn boeken opzetten? Dat zaak! Ho, wie dat boek? Twaar. Oh, de bril even op. Spring, 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 spring. Ja! Ja! Yes! Ronaldotje. Oh, dat winkel uit de kop. Oh! Goeiemorgen. Een nije dij. Een nije vlog. Wat hast u op? Voort. Een chatslag daartoe. Maar die wilde net al. Nee, die wilde net zo best al, hè? Maar net is slim, toch? Waar is het toe heen? Bij Squaller. Squaller. En mem zal eerst naar de fysio. Met een beetje stieve nekken, zere nekken. En daarna gaat mem naar het werk. En dat hel ik die weer op. Dan vermeet je wat leuks door met mem? Ja. Ja? Een speeltje. Een speeltje, ja, dat jij het goed. En wat weer er gebeurd met blomkes, hé? Kom maar. Zeg, mama is even sjen. Dessen ben daar. Eerst wien ze te wiert en nu te droeg. Ja, dat had ik bijzonder waar, hè? Kletst en kletst weer en jaren. Dus misschien kan ik vanmiddag wel even om naar je blomkes, hé? Dit is niks, hè? Nee. Dit is een verschrikking. Maar we gaan eerst een squallen. Zullen we dat doen? Maar ik vind het al net zo heel goed. Ja, wij zullen op naar de peuter. Ik maak even naar mijn binnen. Het is inloopdag. Ben je zacht? Ben je zacht? Oh. Het is inloopdag, dus mij krijgt hem eerder op mijn binnen. Maar je maakt die naar binnen. Heb je de peuter? Ik ben niet zo veel. Oeh ja, een beetje zacht. Dat is een bladje. Hè? Ja. Dus op naar de peuter, dan de fysio, dan de omroep. En vanmiddag je wat leuks doen met Ildemar. Yes, let's go! Nou, ik ga Ilde naar de peuter gebracht. Ze hingen een heel mooi strandthema. Hier is een waterstafel met water en al je visjes erin en boordjes. En een stukje dat wie dan zon. Daar hingen ze een tentje op en een stroombal en dat soort dingen. Dus echt het strandthema. Stabbel leuk die inloopdagen. Dan krijg je toch een beetje een insje hoe het goed gaat. Want ja, ik weet nog wel mijn zaken vroeger, dan mochten we gewoon elke man naar binnen brengen. Maar ik zeg dat ik daar net per se fan van ben, want dan is het altijd een strijd als we voortgeest. En nou zetten ze gewoon al bij de dik, zeg maar, en neemt juf ze mij naar binnen. Ik denk dat dat wel praktischer is en handiger is. En vooral als zelf ik aan het werk maak, bigeliks. Maar zo'n inrindij is dan toch wel heel leuk om even te jaren van, nou, hoe dieet het, waar ben we met dwaanden. En nou, even die interactie te zien tussen de juf en de ben. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ik zou echt een hele leven juf. En ik vind het altijd super goed, de communicatie. En ja, ik kist ook alles neer. Mijn hussen is alles heel goed. Dus heel dus best wel spittig. Maar wil ik gewoon eerlijk zijn, dan kist ik echt gewoon hoe haar. Dus ja, ik vind dat wel heel mooi. Nou, en ik zeg toevallig, ik zei van, oh, je maakt het in het boek even haar voor alles een veske. Dat ze, ah, die hebben. Dus nou, misschien gaan ze dat aan ze wel even besjongen, denk ik. Want Ildo is heel gek van dat boek. Dus dat weer wel grappig, hetzelfde boek. Ja, ik zal naar de fysio. Ik ga nog heel tijd wel wat een stieve nekken. Echt heel vervelend. Nou, de fysio vertrouwde het net heel dol. Ik ga natuurlijk Sijsjelien een nekhernie gewoon waarbij het mijn rechterjerm helemaal uitvallen is. Dus die zei van ik wil toch wel graag dus toen een afspraak maken bij de neuroloog. Op zich zit er altijd een wachttijd van 8 weken op. Maar omdat ik dus in het verliezen uitval gewoon haar koe ik, nou het is nu 3 weken, niet denk 12 weken, 3 weken, kan ik onkom de vretel heen. Dus dat is echt wel een gelok. Ik mat sinds ik ga eigenlijk net echt pienen. Ja, die had heel vaag. Net echt pienen, maar het is echt net heel wel goed. Dus ik hoop gewoon nog steeds dat het gewoon spierpienen is en net een nekhernia. En in ieder geval, dit is langzaam slim net als de vorige keer. Toen hier ik echt heel veel zenuwpienen en koek echt net bewegen. Nou, dat is nou heel wel gelokkig net onder water. Maar ik denk dat het wel mooi is dat de neurologer even naar shut om ik denk u te sluiten. En ja, ik merk, ik word als het een beetje onzeker van wust. En dat het dan echt net een nekhernie is, dus dan misschien weer wat zekerder wust. En ik ben wat meer dwast. Want ik merk, word ik nou ding lid en net toch. Omdat ik denk van ja, aansen is het wos aan, dan meid ik het slimmer. En dan ga ik aan weer uitval. Die angst zit er toch wel een beetje. Dus ja, ik zal nu naar de fysio, die gaat alleen maar wat masseren. Hij wil verder net te volgen, maar voordat hij weet wat het echt is. Maar gewoon een beetje de spieren wat losmasseren. En daarna zal ik naar de omroep. Daar hebben we wat oerlezen van de documentaire. Hoe goed dat er uitzien maat aan zijn. En
Ja, dat zit natuurlijk ook al op. We moeten nog een paar keer opnames maken. Maar ja, even de kop en bil qua van hoe vier ben we, wat maken we nog? Hoe komt het eraan uit te zien? Wat willen we wel, wat willen we net? Dus dat een beetje voor jou met planning. En vanmiddag inderdaad gewoon lekker. Maar Ildau, lekker boeten. Want het wordt heerlijk waar. Dus ik denk even het zwembadje opzetten, dat soort dingen. Even lekker een middag met Ildau. Ik zal op naar de visio. Ik zou zeggen, via het net abonneren en te liken. En ik neem je mee bij mij. Wie de visio? Nou, zien dat hij me weer een beetje mobiel en flexibel krijgen. Even wat losmasseren alles. Zo, nou, die had me even lekker loskneed. Viel toch wel even fijn. Ik merk toch wel, dat zei hij eigenlijk, dat ik me echt aan het verharden ben. He, omdat ik dan bang ben weer van die pina die ik vorige keer gewoon had. Terwijl, dat is nou nog heel net onder water, maar dat is echt iets dat zit nog in mijn holle, zeg maar, van de vorige keer. Ja, ik had toen natuurlijk ook zo'n soort pina gewoon en zo'n ellende gewoon ervan. Dus het is op zich wel logisch dat er een stukje angst zit, denk ik. Nou ja, we hadden al praat vreemd naar de neuroloog. Die zei, let me even weten wat die zei en hoe en wat. Ik zit net voor direct, denk ik, een scan krijgen. Dus even zien, even afwachten hoe dat gaat. En dan, ja, zodra we weten van wat het wol of net is, dan geven we een plan opstellen van hoe en wat geven we dan. Dus van nou eerst lekker losmasseerd. Ik ga relax naar de omroep. En daar ging ik nog heen. Even praten over de documentaire. Nou, we hadden het oerlis hoorn van de documentaire. En wat we vooral besprutsen haar is hoe de vormjouwing, hoe komt het eruit te zien, hoe begint het, wat is de midden, wat is het eind. Nou, dat een beetje. We hadden ook nog even honger, want we moeten dit jaar doen we 6 afleveringen. We gaan nu 4 opnamen, dus we moeten ook nog 12. We gaan nog naar Sylt en dan naar Schilga. Dus we hadden nog even honger van wat is dat te verwachten, maar waar gaan we praten en wat gaan we doen. Dus ja, nog 2 opnames te gaan. Ik had er echt heel veel zin in, vooral naar Sylt. Ik ga echt weer een paar dagen richting Duitsland, naar het eilandje Sylt. En ja, we gaan het nog wel even beleven. Ik had het vanochtend. Ik zal nu op naar huis, Ildewaan ophellen en dan lekker van het mooie wagen. Wat is gleun heet. Ik kan aan de kwarte kleren aan. Op naar huis. Hier is we. Hoe weet je op school? Goed. En wat zullen we aan zijn boeten opzetten? Dat is zes! Ho, wie dat boerke? Een boerke? Een zwembadje zo'n man opzetten. Het is lekker waar, hè? Met de kwarte kleren aan. Met wat die badpakken opzocht. Maar ik wel, maar ze mij omruilen. Dan, die kinderen mogen net op een zwembad, want zo snel krijgt men een skin en droeg. Lid pas even zien welke stoornen was. Ga men naar de bonkerskast. Ja, ik kan wetter komen. Ja, leuk. En ik kan een sproeier aan. Hey. Dus er was de orenbad pakken aan. Nou, pak maar, pak de oren maar. Ja, ik had de verkeerde pakt. Het zit lekker dat ik de goeie pak natuurlijk. Ja, heel dom van me. Waarom pak ik deze nou? Oh, komt ze mij de roze met de jemkes aan, denk ik. Dank ik. Haast hem voor? Net alles door de kap dan, hè? Mare! Wat doet ze al, ja? Dat werkt niet. Dat is wel morgen in de Shen, hè? Oh, god, ja. Jilly! Haast hem? De pezen, oeh, ik denk dat hij die wat liets is, hé. Doe dus steeds grutter. Ik denk net dat hij mee past. Helaas, pindik. Waar is die roze? Maar die bjempjes, zit die op zitje? Het is even zien. Welke woest ik graag gewoon? Past hij het echt wel? Nee! Nee? 3? Best, doen we die. En inderdaad, men hier zo'n wettersproeier kocht met blomkes. Aan hem zit het wol. Lekker, lekker. Maar eerst even afkoeken. Wat makken stil, nou? Van waar makken ze die? Voor Niels. Van Niels. Niels komt hier echt bij u het zwembadje, hè? Zullen we het zwembadje in opzetten? Kleur die doen nog maar uit. Dan zet ik het even vast kleur. Ik ga even naam op het kruipje. Als de naam op het kruipje. Ja, mijn mem, hè? Oeh, de S. Van zaken. Heel goed, ja. Is de kleur van vrouw Schummers even nog? Oh ja, helemaal kleur van Schummers. Nou, dan wel even naar een spuitje met zonnebrandje. Tje, mijn hart hem aan. Zo, laat het badje aan vol is en doen we de blomkes aan, oké? Okay? Ja. Is het lekker? Kom eens net op het tekken, mascot. Of op het kleed, dat wordt helemaal weer. Is het wetter lekker, Files? Maar het een beetje warm zetten. Vind je het wel lekker? Ja. Ja? Kind, doe Niels hier aan mooi in.
en ik had het oude zwembadje gepakt, want wat is er mij gebeurd? Die wie een beetje? Een beetje lek. En toen woesten we weer met de glieven, maar ik zei, dat dient oude. Dat was een aan 12 lekker zwembadjes. Doe wie eraan ik werd erin, oké? Die is wat vol, dat we eraan ik erin. Hij heeft 12 badjes. Oh, elk je eigen. En we kijken wat ruilen. Doe ik was van de glierband, ik. De mama, nom, nom, nom. Oké, even een spuitje. Oh, de ketting kan ik blijven aan. Ons kijkt net plons, want ons kijkt niet zo wat lang. Dat is de slipper, zeg ik verkeerd, de mama, nom, nom. Eetje sticht. We hebben alles nog even uit te smaren. Eerst is goed. Oh, wat ruikt toch heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik heb hem in de Hollandier. Is die Hollandier? Nou, super. Nou, Sa, kun je toch lekker plaatsen, waar? Klon ze maar in. Tada! Oh, lekker man. Dit is lekker, hè? Je wien we wel weer rond daar, jongens, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik help je. Kom hier eens even. Als je de eetjes vast? Is dat goed? Zie me zo. Oh ja, oh ja, heerlijk. Zet ik een gerstje bij die molen? Zal ik het erbij halen? Ja. Ah, niet zo op, hè. Zo. Hier nog wat water in? Dus. Is het doeken? Ja? Oh, jongens, Niels zit er en die had een hele koffer. Wat gaat er al hierin? Let me eens zien. Zwembandjes en een handdoek. Een nieuwe auto. Oeh, een brandweerwaantje, ik. Ja. En een zwembroek. Bandje. Ja, nou die hoeven haast het in om, denk ik. De Melitse zwembadje. We hebben één zwembadje die een beetje lek, dus daar mij de glierban in. En we hebben een zwembad om in te zwemmen. Twee badjes. Ik denk dan maar even een parasoltje erop. Tja, dan hebben we een beetje skaat. Oh, zo'n verbaring aan helemaal, man. Koffie, Elke? Nee? Oh, oké. Okay. Koffie wel, dat moet fris. Oh, fris, dat mag ik. Werk? Dat heb ik nou net. Wil we hem hierin, hè? Ja, yes, dat is mijn ziekje. Lekker hoor. Dan mag ik er heen rennen. Waar de wat op? Probeer je zo. Een warme douche. Hé, hey, oh, smeerpoets. Smeerpoets. Je raam, Tink. Oh nee. Oepsie de poepsie. Waar? De... Ey, wat verdikken. Wat verdikken. Wat verdikken. Wat verdikken. Hoppa, dat is hier. Waar? Draaien. Pak ik ze helemaal de kant, dat is die ANC. Ja. Hoppa. Kijk, krijgt hè? Nou, we worden zien, Katrin. Hilda, was dat met mij? Ja, nog maar met Katrin. Hoe maakt dat? 1, 2, go! Hoppadee! Was toen maar mee, Niels? Was toen maar mee? Dan geef ik het jaren. Wat verdikken! Nou, dan kunnen we helemaal van de trap. Ja, Hilda, Niels, denk ik rek. Beste kleur van Niels. Traaien. Twa. Oh, de bril even op. Geef hem, ja. Draai. Twee. Ja. In, go. Spring, 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 spring. Ho! Ja! Ja! Yes! Hilda! Hilda! En nou je. Nou je hem te keren. Draai. Twee. In, go. Nog een keer, Niels. Draai. Twee. In, go. Go! Hey jongens, zaken rollen we jassen lekker even na. Echt warm. Lekker hè? Ronaldotje. Schuuu. Wat dat is een gek hè? Lekker hè? Oh, lekker.
Lekker warm, hè? Ja. Was het even van de glierbaan? Ja. Daar ben je strek voor. Oh. Ja. Oh, kroepie, kroepie. Oh, dat is warm. Lekker, hè? Ja. Lekker chillbadje. Helemaal lekker gelezen. Oh, ze weer voet. Nou, daar zit ze, hè? Nou, jongens, hebben we hier de finale van Nederland-Duitsland. En waar gaat winnen? Let eens even wat zien, Niels. Oh ja, ja. Pak hem, Hildo. Oh, nou, Hildo. Naar de goal. Naar de goal. Naar de goal. Oeh, oeh, hands. Oh, dat winkel uit de kop. Oh, best erna. Nou, naar de goal dan. Papa. Martin. Ja, skop de bal in over de goal. Wat er als eerste is. Oh, Hildo, die dat een beetje een soort van hands. Hey! Nou jongens, wat een heerlijke Simmerse middag. Lekker zwom. Niels en Hildo hadden nog even de voetbalpakjes past. Hildo in het Nederlands elftal outfit en Niels in Duits. Ja, want Katrin komt natuurlijk uit Duitsland. Dat is wel heel schattig om te zien. Ik ben druk met eten dwanen. We zullen snel eten, want aan hebben we voetbal. En Rolf Jan komt het van Jonne Buschen, hè? Ja. En waar gaat winnen? Nederland. En mij hoe vallen? Door 1-0. 1-0. En Rolf Jan, wat denk je toe? 2-0. Oké. Okay. Nou, ik geef het echt voor de winst. Wie zullen het zien? Van alle successen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet blauw toonk omheen. En via het net de chill te downloaden. Verdien tablet of telefoon. Naar je chitslag. Hey hoi!